Nou, voor Air France is het een geweldig goede koop geweest. KLM was verliesgevend toen Air France het bedrijf overnam. Dus ze betaalden relatief weinig. Alleen al de winst van de eerste zeg maar 4 jaar betekende gewoon dat ze dat alweer terugverdiend hadden. Ja, 6 jaar geleden was het duidelijk dat er grote veranderingen gingen optreden in de luchtvaartmarkt. De luchtvaartmarkt was altijd heel sterk nationaal gericht. Nationale bedrijven die probeerden de hele wereld te bedienen. En dat was eigenlijk kunstmatig. Dat had te maken met de onderhandeling over landingsrechten die tussen staten gebeurde. En dat is begonnen te liberaliseren binnen de Verenigde Staten eerst, toen binnen de Europese Unie, tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. En dat opende eigenlijk de weg naar een manier van organiseren in die sector die veel meer past bij het wereldwijde product wat je aanbiedt. En Air France KLM hebben daar heel snel op gereageerd. En later zag je ook Lufthansa, die Swiss overnam, en later Austrian Airlines en British Airways met Iberia. Dus dat is een trend die nog wel even door zal gaan, denk ik. Dus financieel gezien is het een hele goede zet geweest, maar bij Air France was er een strategische doelstelling. Ze wilden een van de grote spelers in Europa zijn en in ieder geval ook blijven. En dat betekende, iedereen wist, er zouden 3 blokken ontstaan rond British Airways, rond Lufthansa, en zij wilden de derde speler zijn. En uitbreiding met KLM was daarvoor een hele belangrijke stap. Wat heeft de fusie opgeleverd voor de KLM? Voor KLM zijn er een aantal voordelen geweest. Je zou kunnen zeggen, in de jaren dat het heel goed ging, had je kunnen zeggen, nou, het was eigenlijk niet zo hard nodig. KLM had ook wel zonder Air France toen kunnen overleven en meer dan dat ook gewoon goed kunnen draaien. Maar je ziet nu het slechter gaat, dat het toch wel heel plezierig is dat je lid bent van een hele grote groep, een sterke groep. Het is eigenlijk, de Air France-KLM-combinatie staat er wereldwijd gezien goed voor. Hoewel het heel slecht gaat in de luchtvaart en ook met Air France-KLM, daar hoeven we ons geen illusies over te maken, staan ze er relatief toch nog vrij redelijk voor. En dat was denk ik toch anders geweest als KLM alleen was geweest. Dan was er toch meer paniek in de tent geweest en daar is nu geen sprake van. Zijn er synergievoordelen? Er zijn enorme synergievoordelen. Die zitten in de vloot bijvoorbeeld. Je kan dus uitruilen. Op een gegeven moment had KLM een nieuwe freighter besteld en die werd afgeleverd. Maar op dat moment was er veel meer behoefte aan die freighter op Charles de Gaulle. Dus die is toen gewoon naar Air France gegaan. En andersom kan dat ook. Je hebt enorme synergievoordelen, bijvoorbeeld in engineering en maintenance. Het onderhoud van de Boeings is nu geconcentreerd in Amsterdam en van de Airbus toestellen in Parijs. In de verkoop, alle verkoopkantoren wereldwijd zijn samengevoegd. Dat scheelt enorm natuurlijk. De marketing, ga zo maar door. Flying Blue is nu, dat is het loyaliteitsprogramma van zowel KLM als Air France, gezamenlijk, wordt ook helemaal gezamenlijk gemanaged. Dat zijn echt enorme voordelen. De economische crisis heeft hard toegeslagen in de luchtvaart. Echt een crisis zonder weerga voor de luchtvaart. Het is echt. In de cargo 40% omzetverlies bijvoorbeeld. In het passagiersvervoer 15% omzetverlies. En dan is het natuurlijk een groot verlies wat ze leiden. Er komen natuurlijk nog wat dingen bij die het niet makkelijker zullen maken om in 2010, 2011 wel weer zwarte cijfers te schrijven. Zoals de aswolk die al behoorlijke schade heeft opgeleverd. En toch denk ik, als je het vergelijkt met andere grote spelers, dat Air France KLM er goed voor staat. En een van de redenen is dat, en dat heeft ook te maken met de manier waarop die fusie gemanaged is, is dat er geen arbeidsonrust is, hè, bij Air France KLM. In tegenstelling tot British Airways en Lufthansa. En dat is denk ik een heel groot voordeel.